Nou, hier moest hij komen, hè? Ja, ja dat zou het ideaalplaatje geweest zijn. Het plateau. Zo ziet de V1 er in het echt uit. De Duitsers schoten de bommen via een soort schans af richting Londen. In Castricum wilden ze ook zo'n lancering richting. Ze legden het fundament, maar het kwam nooit af. Menno Twisk van het Strandfondstenmuseum wilde alsnog een V1 neerzetten op de plek. Hij zag direct de educatieve waarde. Ja, hij zou iets, uh, iets schuin staan, schuin omhoog gericht... En uh, hij zou zeker tot hier komen en dan uh, ja de boom zou in de weg staan voor de vleugels in wezen. Maar er moest wel nog even toestemming gevraagd worden bij het ministerie van justitie en die zei nee. Geen bommetje. <laughs> wel jammer. Wat vonden ze niet goed aan het plan? Ja, het diende geen redelijk doel. En dat vindt Menno onbegrijpelijk. Hij zag al voor zich hoe hij tijdens zijn rondleidingen door het bos zou gaan vertellen over de geschiedenis van Castricum en de V1. Kom eens kijken wat het echte doel was. Hè. Het is zo makkelijk om van achter je bureau iets te beslissen en het gevaarlijk te vinden, maar het zou een lege huls zijn. En uh, dat zeg ik ja, een object wat, wat echt uh, prachtig historisch in het gebied zou passen. Jullie gaan hem niet echt naar Londen schieten. Nee, 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 nee. Dat, uh, dat is de bedoeling niet. <laughs> ja.